Yo. In de haar. What the hell, man? Wil alsjeblieft geen dubbele kin, dank je. What's up, dude? Can I sniff it? Yes, I can. Talent Development Manager. Talent Scout. Tech Talent Scout. Excuse me. TTS. Yes, TDM. Jolien is Talent Development Manager sinds een paar maanden. Dat houdt in dat zij eigenlijk vooral jongens... jonge... Ja. Enkel jongens. Dus onze Start Smart mensen begeleiden. Een eerste professionele ervaring. Jolien gaat dat opvolgen. Om die mensen eigenlijk op een persoonlijk niveau wat te coachen. Gewoon zien dat die mensen zich goed voelen. Hard werken. Connecteren met de rest ook. Ik denk dat jij wel van iedereen goed op de hoogte bent. Dat gevoel heb ik toch, wat iedereen mee bezig is ook. Eli doet niet veel. Ik kan dat ook maken, maar ik doe het niet. Eli heeft eigenlijk... Het voordeel gaat dat hij beide kanten heeft gezien van het verhaal. Eli is een ex-excelist, is een ex-consultant, die nu ondertussen een maand en een half aan de slag is als talent scout. Zijn job houdt in dat hij nieuwe talenten gaat zoeken en hij gaat sourcen. Daarvoor krijgt hij hulp van onze lieftallige nieuwe collega Jenten. Shout-out Jenten. En van zijn hele team. We gaan ook naar beurzen. Ze denken ook mee over hoe dat we alles in de verf kunnen zetten. Ik doe wel veel, eigenlijk. Ik doe veel, hè. Ben ik iets vergeten? Nee, dat is eigenlijk vrij volledig. Ik zie jou veel werken, maar ik zie jou veel poolen. Hij is eigenlijk wel de poolmaster, hè. Toch 's middags tegen Jasper. Het voelt aan alsof ik al deel van het meubilair ben. Dat hebben nogal mensen gezegd tegen mij, terwijl ik eigenlijk nog maar een maand intern ben. Nee. Ben jij er toch al bij het meubilair? Ah, dank u. Ja. Een mooie zachte stoel. Oh, maar ik wou je zeggen, een mooie zetel. Ja, met zo'n poefje zo. Oh. Ah, ja. Of een pooltafel zou ik ook wel willen zijn. Kan dat geknipt worden? We are so weird. Een paar keer wel goed afgedwaald. Dat was de bedoeling. Dat is ook opgenomen. Oei, shit.